Een topdag, dames en heren, was het op de beurs. De AEX-index gaat met een hele dikke plus de dag uit. We gaan naar Jacob Schoenmaker, onze beurscommentator. Jacob, wat dreef de beurs vandaag? Ja, zoals altijd olie eigenlijk. Ook vandaag weer. De olie-gerelateerde sector deed bijzonder goed. Nou, je zei het al, een dikke plus, 1,9% winst. Nou, dat lijkt fantastisch, maar eigenlijk hebben we het verlies van gisteren nog ineens goed gemaakt. Oké, ik wil het even met je hebben, Jacob, over niet over olie, daar hebben we het zo vaak over gehad, over het beleid van de ECB. De ECB doet er werkelijk alles aan om de inflatie aan te jagen. Hè? Die moet weer richting die 2%. Dat is het doel van de ECB. Ze stoppen heel veel geld per maand in de economie, hebben de rente extreem laag gezet. En vandaag is er een teken dat dat voorzichtig lijkt te lukken? Ja, een tussenstapje is gezet. Een tussenstation, zo je wil. En dat betekent de geldgroei. Ja, je weet misschien ook wel wat natuurlijk de beste centrale bank ooit was. Of met de beste reputatie. Zimbabwe, denk ik, of niet? Ja, nou ja. En dan precies het tegenovergestelde. Oh. Dat is de Bundesbank. Wat is nou het tegenovergestelde? De Bundesbank. Zimbabwe hadden... kregen ze wel inflatie, geloof ik, hè? Dat is wel waar, ja. Dan misschien kan Draghi daar nog een keer stage lopen. Maar in ieder geval, bij de Bundesbank, die hadden als doelstelling geldgroei. Dat was degelijk geldgroeidoelstelling van 4,5%. Daar zitten we zowaar boven zelfs met de geldgroei in de eurozone. En de geldgroei die wordt gemeten, dat is gewoon jouw banksaldo. En dat voor mij en dat van alle Nederlanders en het geld in de portemonnee. Nou, dat groeide in januari met liefst 5%. Dus op basis van die geldgroei die je hier ook in die grafiek ziet aantrekken. Overigens een uitstekende bubbelindicator. Kijk maar naar het punt 2007. Met 12% geldgroei moet je absoluut wegwezen. Dan krijg je een kredietcrisis. Maar goed, dat 5%, ja, dat ziet er toch uitstekend uit. Ja, we zien al die tweede lijn meteen erin verschijnen. Dat is de inflatie. Er is een goed verband tussen die twee. Geldgroei en inflatie. Ja, dat was nog iets sterker in het verleden. Maar daar is zeker een verband. Maar ja, het duurt wel heel lang. Maar goed, de inflatie kwam ook vandaag uit. Slechts 0,3%. Ik vind het een fantastisch inflatieniveau. Maar Draghi die wil natuurlijk die 2% zien. Dat is nou eenmaal zijn doelstelling. Nou goed, op basis van dit verband kun je verwachten dat uiteindelijk die inflatie ook echt wel omhoog gaat en richting die 2%. En kunnen we dan ook daarmee zeggen dat het beleid van Draghi, dat heel veel kritiek krijgt van heel veel economen, dat het beleid toch lijkt te werken? Kijk, als je maar lang genoeg wacht, komt alles uit en gaat alles werken. Het gaat inderdaad werken, maar het duurt wel ongelooflijk lang. En het gaat natuurlijk met heel veel tussenstappen. Het is natuurlijk een hele omslachtige manier om die inflatie omhoog te krijgen. Je zou ook de BTW in één keer kunnen verhogen. Pats zit je in één keer 2% op 2%. Of je koopt olie op, dan zit je ook veel sneller natuurlijk op die 2% doelstelling. Je kunt je ook afvragen of de doelstelling ergens op slaat. Moet er nou per se 2% inflatie is? Maar als je dat allemaal vindt... Gaat niet lukken, hè? Een compliment voor Draghi uit jouw mond, nee, of wel? Nee, wat mij betreft niet. Maar ik denk toch dat hij blij zal zijn met die geldgroei. En daarmee kan hij weer de critici om de oren slaan en zeggen... nou, heb nou geduld, uiteindelijk krijgen we wel die inflatie. Jacob Schoenmaker, beurscommentator. Dankjewel, Jacob.